Welkom hier lopende opname van V-Rally, gedeelte nummer 2. We gaan hem proberen nu echt uit te spelen. Gewoon zo gelijk gewoon like Engels. Checking data, loading from the memory card. Normaal gezien zit er data op. Zit loaded successful, dus daar staat nu dus een save bestand op. Dus we zijn nu V-Rally Championship Edition van 1997 aan het opstarten. Dus we zaten aan de championship. Ja. En de stag is keer 2 rondes. Deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan. Dus nu gaan we naar Sunny, Rain en Sunset. Dus we gaan naar Corsica. Here we go. Vergeet al sowieso al geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan weten jullie wanneer dat er ook een nieuwe gaming video ook online komt op mijn channel. Ik ben ook nog ondertussen tijd ook nog altijd continu bezig. Ook aan mijn website te upgraden. Kijk, ik probeer hem zo snel mogelijk wat minder licht aan te doen. Voilà. Als het meer dan genoeg ligt, ben ik nog mooi op tijd terug. Oké, here we go. Laat maar van start gaan. Het duurt toch soms heel lang dat het is opgestart bij de PlayStation 1. Dus voilà, het is opgestart. We starten derde, maar we gaan sowieso terugvallen op vierde. Ziet je? Derde worden? Oh la 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 la. Wat doe ik toch? En zo heb ik in totaal 5-8 seconden verloren. Voel ik nog maar naar 9 gaan. Nog 4 seconden. Amai. Ben ik heel snel teruggekomen. Geen spoor, oké. Okay. Is de rand geraakt, dus en dan ziet je dat dat mij een plaats kost. Oh.
als klote. Zo op de finish daar, dat crashen. Oh nee. Allee, we gaan dan door naar de volgende race. Ook weer al in Corsica. Dan gaan we zo meteen zien op de beeldscherm. Ja, daar is de Virali Corsica. Nobelijk is het sneller geladen dan de vorige. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Dan kan ik weer al wat live commentaar geven. En ik hoor kinderen buiten. Dat is ook maar één lap. Maar nu is het ook aan het regenen. En hier zien we ook weer al de rode auto. Je maakt momenteel nog altijd geen fouten. Je kunt je echt niet voorbij steken, hè. De banen moeten iets breder worden. Ja, misschien nu. Ja. Oh, daar. Ik was aan het slippen. 3 seconden. Oh, daar zie ik hem al. Ja, ik heb hem. Heel mooi. Heel mooi. Doe het toch heel goed, mensen? Wat vinden jullie daarvan? Laat het in de comments achter. Ziet de finish. Mooi. Voilà. Eerste. Toch een eerste slechte start. Van de vierde plaats toch naar de eerste plaats toch nog kunnen gaan. En nu gaan we ook opnieuw één lap rijden. Jullie zien het. Eén hele lange stuk rechtdoor. Dan een klein stukje weer al wat rechtdoor. Dan weer een heel stuk rechtdoor. Lange banen stukken rechtdoor. Dus daar kan alles, maar ook echt alles in beslissend worden. Dan gaan we zien in de volgende race. Hier op Psycho TV. Momenteel worden de wagens klaargezet voor de start. Ik denk dat de wagens klaar zijn. Dan kunnen we overgaan naar de startcamera's. Valessa. En dan gaan we starten. 2, 1, go, go, go! Valessa start weer al vierde. Van derde naar vierde. We zijn de rode goed voor. Ik heb hier nog een klein tekstje extra bijgegeven. Als je dat had gezien. Hier even over de stoep. Wat een klein beetje riskant is om dan de wagen niet meer onder controle te hebben. Dus wil ik dit. Hier heb ik dan even meer onder controle. Dan moet ik even wat bijschakelen.
En dat is zo'n hatelijke stuk. Hoeveel seconden sta ik achter? Maar 2 seconden. Dat is toch inhaalbaar. Ik sta nog altijd tweede. What the fuck? Voilà. Van tweede naar vierde. Moet kunnen. Moet ik maar terug kunnen winnen. Zal ik het terug kunnen halen? Ja of nee? Dan mag ik nu echt geen fouten meer maken. Zo gelijk de deze. Deze kunnen... Dat zijn fatale foutjes. Deze foutjes mogen eigenlijk niet gebeuren. Ziet, want daar is de finish al. Dan kan ik ze niet meer terughalen. Echt heel slecht gereden, mensen. Echt heel slecht. Zet dan nog altijd de eerste. Mooi. Naar welke land gaan we nu overvliegen? Dames en heren, als de auto's worden in de vliegtuigen geladen richting Nieuw-Zeeland. We gaan eerst Sunny rijden. Dus road gravel, rather sunny, en de time is in de middag. En het is maar 1 ronde. En daar zie je heel mooie schaapjes op de achtergrond met een hele mooie kenmerk. Weet ik niet juist welke dat is. Van Nieuw-Zeeland. En hier gaan we dan beginnen. En proberen weer al die rode voor te zijn. Ik blijf mooi op de derde plaats rijden. Ziet hem mij duwen, ziet hem mij duwen. Oké, hoeveel seconden achter? 5 seconden. Dat is nog inhaalbaar. Zeg hem al rijden. Tegensturen. En vertrekken. Alleen, stop met duwen. Hier is een en overkop gegaan. Is staat nu tweede. Amai, man. Dit gaat van hem ontspannen. Oh, walkes. Oh. Kom aan, gas blijven geven, gas. Toch tweede, mooi. Toch tweede geëindigd, mooi, hoho. En welke race wordt het nu? Dat zijn dus meerdere rondes. Het is gravel en het is aan het regenen. En de tijd is weer al tijdens de middag. Dan kom ik eens even piepen. Hoe lang dat ik al aan het filmen ben. Dat is al 14 minuten. Al een mooi kwartiertje. Sorry. Oké.
ik kan nog even wat bij. Kom aan, hier moet hij toch beter zijn dan de tweede plaats. De eerste. Twee rondes. Ja, ik ben er rode voor. Dat is mooi. Nu nog eerst proberen te worden. Die echt niet uit het oog verliezen. Alleen uit het oog verliezen als ik... Eerste plaats staan. Dat was bijna de controle over het stuur verloren. Nu maar eens wel uit door verliezen, want ik sta eerste. En dat is dus weer geen goede set van mij. Oh, 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 wat is dat hier allemaal? Oké, okay. Oh, 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 oh. Hier waren een paar accidenten. Nog niks verloren dus. We zitten nog allemaal op de elkanders helen. Laatste lap. Kom aan. Hier voor, proberen voorbij te steken. Ja, ik ben hem voorbij en nu proberen eerst plaats te houden. Wat rustiger rijden. Ik was bijna mijn auto weer al onder controle kwijt. Maar eens op de knopjes drukken. Oh man. En nu gaan we weer op die gangjes hier in. Wat ik dus zo haat aan deze map, die gangjes. Liever toch open velden. Momenteel doe ik het heel goed. Ik durf niet te kijken naar mijn tijd. Die kan een paar keer beter zijn. Oh, 15 seconden beter dan de eerste ronde. Mooi, 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 mooi. Fantastisch. We blijven nog één keer in Nieuw-Zeeland voor één track. En dat is bij nacht, cloudy en gravel. Oké.
Wat gaan we dan maar eens spelen? Dan speel ik liever zo. Dan zie ik beter. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Oh, de derde. Oh, oh. Dat is wel anders te rijden. Je kunt zo soms geen shortcutjes nemen. En dat vind ik soms zo kut. Hier mag ik vierde eindigen, vind ik. En dan heb ik nog goed gereden als ik gewoon achter hem blijf. Soms zo eentje eens voorbij steken dan. Of tweede voorbij steken, maar niet. Dan proberen achter die rode te blijven. Ziet, daar haat ik uit. Oké, nu proberen voor te blijven. Ik ben toch nog wel content met deze race, want het is maar één lap. Dus één echte zware fout nu kan mij fataal zijn. En dat ik ook rustiger aan het rijden ben. Eerste, tweede, derde. Oei, 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 de derde plaats. Terug eerste. Dat is echt spannend. Ik vind het spannend, jawel. Eerste plaats. Oh, eerste plaats. Ze zaten toch alle drie toch wel nog dicht bij mij. Dus één grote fout was, was ik in één keer vierde. Op het laatste nog. Allee, ik heb 28 punten. De auto's worden terug ingepakt en worden terug in de vliegtuig gestoken richting nu. Kan ik niet goed lezen? Forest, Fog, Village Sunny en Forest Snow. Oei, oei, we gaan ook in de sneeuw rijden. En waar is het? Het is te doen in. En dat is één lap. In de Franse Alpen. In de Franse Alpen. Oeh, onze buurland Frankrijk. Ik twijfel als dat ook van Nederland een buurland is, ja of nee. Is Nederland een buurland van Frankrijk? Laat het in de comments weten. Dag van nie. En hier zijn we al in de sneeuw aan het rijden. In de Franse Alpen, natuurlijk. Dus één ronde, dus ik moet ze inhalen ergens. Maar momenteel sta ik nog qua klassement heel goed voor. Maar mag ik niet meer uit de handen geven, hè mensen. Dat is het. Oh.
Dat heeft mij redelijk wat plaatsen gekost. Oeh, ik ben toch nog derde. Daar was hem ook een fout gegaan nog. Easy left, kom maar. Easy left, oké, okay, voilà. Easy left. Oehoe. Mijn auto kan mijn juist onder controle kunnen houden. En zie dat ik ben pakken teruggekomen, maar te vergeefs. Want ik zag daar de finish. Ik moet nog snel zijn, want de ene was ook al daar. Derde plaats. Ai, 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 ai. Dat is niet goed, hè. En dat is ook op asfalt gaan we rijden. Het weer is sunny en de tijd is tijdens de middag. Ik mis je ook, schatje. Maar soms moet er ook nog gewerkt worden, ook voor YouTube. Nu beter doen. Zijn we ergens waar het wat groter is, kan ik die beter pakken. Ik bedoel, inhalen. Zie je dat hier zijn redelijk wat bochtjes. Dan kun je die niet inhalen. Heel dicht bij de paaltjes af was ik aan het rijden. Ja, hier misschien even heel snel rijden. Ja, voilà. Hier weer een ingehaald, de rode. Nu moet ik nog een witte auto inhalen en dan sta ik eerste. Wat is hier echt veel borstjes, man. Dat is hier manoeuvreren tot en met. Niet op de volledige snelheid kunnen rijden. Zie je, dan denk je, yes, ik kan hem inhalen. Zal ik nu? Nu, jawel. Oh, jawel. Eerste, zie dat dus aan. Mooi, mooi, mooi. Waar gaan we nu naartoe? We gaan... Oeh, road is asfalt. Het is aan het sneeuwen en het zijn twee rondes. De tijd is tijdens de middag dat we gaan rijden. Nog altijd in de Franse Alpen. Twee rondes. De auto's worden klaargezet aan de startlijn. De kruis zijn in het stappen en dan starten ze de auto's. Zo, de auto's zijn gestart. Zo kunnen we nu naar de camera's overgaan. We schakelen over nu. Voilà. En ja, je ziet dat het is aan het sneeuwen. Easy ride. Het hier ook wel zo dunne steesjes. Jawel. Nu proberen die rode nog in te halen, dan ben ik al blij. Jawel, mooie bocht genomen. Had ik hem zo tunnels, dan zit ik heel rap tegen die wanden aan. Jawel, mooi. Ik ben nog altijd eerste aan het rijden. Ik hoop dat we terug aan die start komen. Toch nog niet. Jammer. Want nu was ik zo goed bezig. Nog altijd. Even goed. Oeh.
ik het heel zwaar remmen. Ik ben echt heel geconcentreerd bezig, mensen. Dan dat ik heel weinig zeg. Ja, wel, we gaan nu de tweede ronde in. Het is gemiddeld een minuut en een half entertainment wat jullie nu hebben. Blijf ik eerst of blijf ik niet eerst? We zien het. Zometeen als ik terug aan de finish kom. Maar tot nu toe doe ik het heel goed. Hard white. En dan zitten we weer al in die bergen. En dan nu terug uit de bergen. Dus met mijn bijna volle snelheid aan het rijden. Doet dat nog heel erg goed, man. Ik heb hem bijna even meer onder controle. Ja, speel ik nu. Even tegen de kant aan en dan up, terug verder. Daar heb ik nu wel tijd voor, denk ik, want ik sta redelijk goed voor, denk ik. En dan hier het laatste rittenstuk. Jawel, eerste. Eerste plaats, mensen. Eerste plaats. Nu 5 punten. Jawel, 33. Oh, ik sta bijna dubbele voor. Vliegtuigen worden terug ingepakt in Frankrijk. En zo gaan we overvliegen naar Frankrijk. We krijgen zometeen de volgende bestemming. De laatste is Zweden. Dit is de laatste reis, mensen. De allerlaatste. Ja, ja. Oké, het zijn weer al 2 rondes. Het is in Zweden, dus daar is altijd winter. Road is snowy, het is sneeuw. Weather is sneeuw. En de tijd is tijdens de middag. Dus je moet denken, de wegen gaan glad zijn. Oh my fucking god. Oh my fucking god, de wegen zullen wel heel glad zijn. Dus het wordt rustig rijden. Ja, zie, dat is helemaal ondergesneeuwd. En ook met vertrekken is het allemaal moeilijker. Die rooien al gewoon echt al wegslippen. Die vloog bijna al over kop. Waar is die eerste? Die is 3 seconden al voor. Oh, dat is veel. Dat is heel veel. 4 seconden. Dat is precies zijn thuishaven waar die in en uit aan het rijden is. Even een incidentje gehad, tegen de kant gezeten. Kom aan, kom aan. Die moet die toch inhalen op een of andere manier. Is die toch inhaalbaar? Voilà, inhaalbaar. Allee, man. Even een half fame gehaald van een paar seconden dat ik eerst stond.
Nu moet ik innemen. Ja, eerst plaats ingenomen. Hier is de start terug. Jawel, de laatste ronde nu. Ik hoop dat ik eerst blijf. Tot nu toe wel. Nu ben ik een heel mooie tijd neer aan het zetten. Ik ben echt een heel goede tijd neer aan het zetten. In de sneeuw, in Zweden. Momenteel foutloos. Nergens tegen gezeten. Een heel mooie tape ben ik hier neer aan het zetten. Oh, bijna 11 seconden beter. Dat is heel mooi. Echt heel mooi. We zijn nu de laatste rondjes bezig. En het is nu nacht. Nee. En dan komt nu 2 rondes. Nee. Dat doe ik niet graag. En het is weer al in de sneeuw. Want het is in Zweden. Maar... de kampioen ben ik. Misschien die je trek uit mijn hoofd kennen, dan is het gemakkelijker ook om te rijden. En weet je ook perfect dat je even moet afremmen en niet moet afremmen. Ja. Sta ik eerste. Sta eerste, jawel. Stond de eerste, denk ik. Nee, ik sta nog altijd de eerste met die fout. Doe het echt heel goed. Echt heel fantastisch. Oh, wat bochten, man. Ja, en hier is de start. We gaan naar de tweede ronde toe. Wat moet nu wel iets beter gaan zonder fouten. Hopelijk. Nog altijd eerste rijden.
ik doe het echt heel goed. Ik doe het echt heel goed. Momenteel nog wel geen fouten. Dat is nergens tegen de kant gezeten. Ho man, weer al sneller. Heel goed gereden, dames en heren. We gaan nu de laatste techniek doen. Mijn schatje heeft veel dit geschreven. Maar ik kan niet beantwoorden. Ah, het is 9 uur. Dus ik ga nu even proberen te slapen. Oké. Dan gaan we door. Het is 1 ronde. De laatste. Doe het toch niet slecht in de sneeuw. Nu gewoon proberen uit te lopen. Stel dat ik toch een foutje maak of zo, dat ik het dan toch nog kan rechtzetten. Zo gelijk hier. Door geluk niet ingehaald. En hier opnieuw niet ingehaald. Toch een redelijk grote fout gemaakt. Het wordt nog goed vol voor het eerste te blijven. Dus ik heb weer een fout gemaakt, maar toch niet ingehaald. Mooi. En hier is de finish. Mooi, eerste. Komt er nu? Ik weet het niet. Yeah. Congratulations, you completed the championship. You finished first championship position. Dankjewel. Op 8 rallies, dus 31 punten heb ik verdiend. De tweede plaats staat Sil met 22 punten. Eco met 8 punten en PHI. Met 4 punten. Jammer genoeg, dankjewel om naar deze heel mooie 4 rally championship edition te kijken. Ik zie iedereen de volgende keer terug. Want je ziet, hier komen we dan terug aan.
bij deze. Allee. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ik zie jullie de volgende keer terug. Tot de volgende. Ciao. En voor de vloggers, blijf hangen.